paar maanden geleden presenteerden wij ons verkiezingsprogramma Hoopvol Realistisch. Hier staan al onze plannen in die wij hebben voor de komende 4 jaar kabinetsperiode. En vandaag zijn er de zogenaamde doorrekeningen gekomen. De doorrekening van het Centraal Planbureau en de doorrekening van Planbureau voor de Leefomgeving. Het klinkt allemaal heel technisch, doorrekeningen. Wat is het nou eigenlijk precies? Nou, nadat we ons verkiezingsprogramma hebben geschreven, hebben we al deze plannen ook omgezet in maatregelen. En daarvan hebben wij het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd: kijk eens of al deze plannen kunnen. Kunnen we ze ook allemaal betalen? En wat doet het bijvoorbeeld met de economie en met klimaat en energie? Dat is vandaag allemaal duidelijk geworden. Voor de ChristenUnie zijn een paar zaken leidend geweest toen wij naar het Centraal Planbureau en naar het Planbureau voor de Leefomgeving gingen. Wij wilden investeren in middeninkomens en gezinnen. Ook willen wij voor de toekomst van onze kinderen dat wij in 1 generatie naar een energie-neutrale omgeving gaan. Daarnaast vinden we het ook belangrijk voor veiligheid dat wij investeren in defensie, maar ook in opvang voor de regio van vluchtelingen. Als we willen dat daar wat verbetert, moeten we er ook geld voor vrijmaken. Nou, die plannen hebben wij dus allemaal daar neergelegd. En vandaag is ook duidelijk geworden dat die plannen ook realiseerbaar zijn. Dat is heel goed om te zien welke keuzes we daarin maken, maar ook om te zien welke keuzes andere partijen maken, zodat er ook echt een vergelijking mogelijk is. Is het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving, zijn dat allemaal, moeten we er alles aan ophangen? Nee. Uiteindelijk maak je ook je keuze op de idealen van een partij en om meer dan economie of klimaat. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te laten zien dat de wensen die wij hebben, dat die ook betaalbaar en haalbaar zijn. Dat hebben we gedaan en dat staat allemaal in deze boeken. En ook al lijkt het altijd heel technisch, het is nog best wel leuk om door te lezen. En als je nou echt nog meer wil weten over wat we precies allemaal hebben opgenomen in deze 2 grote boekwerken, kijk dan op onze website www.christenunie.nl en daar vinden jullie daar ook meer informatie over.